Datzelfde heb ik, en dat kennen vast heel veel mensen, bij de supermarkt. Ik sta altijd in de verkeerde rij. Altijd. Je denkt altijd van, nou weet je wat, ik ga achter die persoon staan met het leegste karretje. Ja. Hebben ze de groenten niet gewogen? Precies. Hebben ze de groenten niet gewogen? Dan komen ze met de eieren en dan tikken ze de eieren aan voor 1,10 gulden. En dan zijn de eieren in de reclame en dan kosten ze 90 cent. Ja, die eieren zijn in reclame. Oh, dat gezeik ook. Is dat zo? Ja, die eieren zijn in reclame. Het is 20 cent goedkoper. Komt dat foldertje in de boven? Natasja, kassa 2. Natasja, kassa 2. Nou, dan duurt het echt, want Natasja die staat nog even de aardappels te schillen daarachter en dan duurt het echt... Attentie, Natasja, nogmaals, kassa 2. Echt, dan duurt het echt, dan denk je van, oh mijn god, en die andere rij met die 3 volle karren, die staan de auto al in te laden, weet je wel. En ik sta er nog gewoon te wachten op die eieren die 20 cent goedkoper zijn. En dan nog gepast mensen... willen betalen. Dan pas de portemonnee pakken. Mensen al die zeuren inderdaad over dat bijvoorbeeld iets 5 cent goedkoper is dan... Oh. Ja. Nou goed, dat vind ik dan nog oké, maar prima, maar oh, altijd, waarom altijd in de rij waar ik in sta? Altijd! Ongelooflijk. Maar goed. Klinkt vast herkenbaar voor mensen die ook wel eens gaan winkelen op zaterdagochtend. Of wanneer je dan zeg maar doorgaans ook de boodschappen doet. Dit is even stand op. 3 voor 8:30. Marco Borsato. Als er iemand bij me wegging.